Jan Schoonhoven is zonder twijfel een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt wel de opvolger van Mondriaan genoemd. Hij is zijn carrière als kunstenaar begonnen vrij traditioneel, met heel figuratief werk. In die vroege tijd keek hij nog heel erg naar het werk van Picasso of van Paul Klee. In de latere periode, en daarmee is hij ook beroemd geworden, maakt hij eigenlijk nog vooral witte reliefs. Jan Schoonhoven heeft zijn hele leven in Delft gewoond en gewerkt. Het grootste deel van zijn leven werkte hij in dat huis, daar op de hoek. Dus de meeste witte reliefs, zoals we die kennen, zijn ontstaan in dit huis aan de keukentafel. En die witte reliefs die gaat hij maken als hij onderdeel uitmaakt van de nulgroep. Je hebt eerst de Nederlandse informele groep en rond 1960 gaan de kunstenaars over tot het formeren van de nulgroep. En die nulgroep en de kunstenaars van de nulgroep die zijn inmiddels wereldberoemd geworden. En Jan Schoonhoven is met zijn reliefs daarin de meest toonaangevende kunstenaar geworden.